allemaal. Voordat deze vlog echt gaat beginnen, misschien is het jullie wel opgevallen, misschien ook niet. Maar wij hebben een nieuwe intro en deze muziek is gemaakt door Mark van der Meulen. Daar willen wij hem natuurlijk hartstikke voor bedanken. Ja, en we zetten even een linkje hieronder in het beeld, zodat jullie misschien ook, als jullie dat leuk vinden, een kijkje willen nemen op hem zijn Instagram. Want hij maakt echt hele leuke muziek. Ja. En hij heeft ook gewoon heel veel tijd en moeite hierin gestoken voor ons. Dus dat vinden wij hartstikke leuk. En wij dachten, ja, dat willen wij even zeggen tegen jullie. Ja, toch? Wie weet heeft iemand anders er ook iets aan. Ja, laat even weten wat jullie ervan vinden in de reacties. Want daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Zeker. En ja. Reactie vinden we altijd leuk, maar over de intro muziek vinden we voor nu superleuk natuurlijk. Ja. Nou, veel kijkplezier met deze vlog. Joe. Welkom bij onze nieuwe vlog. Dit is Ali, ik ben Nelly en wij zijn onderweg naar het Reijendal. En er ligt hier nog een beetje sneeuw. Het is nog niet helemaal weg. Klein beetje nog. We zijn er bijna. We moeten nog 550 meter rijden. En dit is een onverharde weg. En het is dicht bij Loenen. Ja, ik ga het even filmen. Het ligt midden in het bos. Wat weten we nog meer over de camping? Het is een kleine camping. Ik las net een reactie ergens. Een review op Google, dacht ik. Het is voor ouderen. Voor oudere mensen. Ja, die las ik in de auto. Ik denk, ik zal eens even kijken hoe de camping staat aangeschreven. Wat anderen erover zeggen. Nog 350 meter. Nou ja, het is april en het heeft dus gesneeuwd van de week. En dat ligt hier dus nog een beetje. Maar gisteren zouden we, nou ja, gisteren stond eigenlijk in de planning om hier naartoe te gaan. En toen belden wij naar de camping en die vrouw zegt, ja, maar je kan hier helemaal niet komen. Daar ligt hier 15 centimeter sneeuw. Nou, wij dachten, wat is dat nou? Bij ons lag helemaal niks. Ja, een beetje was er, maar niet zoveel als hier dan is gevallen. Gaan wij goed? Geen idee. Zo goed is, ja. Zijn we er nu. Ja. Ik zie hier wel wat staan. Hier en daar. Wauw. Het ligt echt midden in het bos. Ja. Zeker. Nou ja, en zoals jullie zien, het terrein is sneeuw. Nou, wij zijn gearriveerd. Dit is de camping. En zoals jullie zien is het hier helemaal nog leeg. Er staan hier wel een aantal caravans, niet heel veel. En nou, de eigenaar die heeft hier een worteldoek neergelegd voor ons. En weet je wat ook wel grappig was? Wij kwamen hier net aan en toen zag je, toen lag dit doek er nog niet. Toen zag je allemaal afdrukpootjes van een reetje. Ja. Zei die vrouw. Het heet niet voor niks het Reijendal. Het Reijendal, daar zijn wij. Ja, er ligt nog wat sneeuw hier. Klein beetje. Een klein beetje. Het smelt wel aardig weg nu met die zon. Er lag 15 centimeter gisteren. Ja, want dus gisteren zouden we eigenlijk al gaan. Maar toen zei die vrouw, nou ja. Kan niet. Dat kan niet. Het is hier te veel sneeuw. Dus, maar we zijn er. Wat leuk, denk ik. Nou ja, dat hoop ik wel. We gaan even het sanitaire gebouw laten zien. Wij nemen jullie even mee. Ja. Wat ook wel lekker is aan deze plek, dat we dicht bij het sanitaire gebouw staan. Ja. En de auto mag bij je caravan. Ja, dat is ook wel prettig. Dat vind ik ook altijd prettig. Ja. Hier is dus het sanitaire gebouw. En die mevrouw die zei net dat hier de bibliotheek is. Een bibliotheek. Oh. Wat grappig. Allemaal boeken. Ze zijn folders en boeken. Oh, hier staan folders. Afhaal, Chinees. Oh ja.
Je kunt hier ook, kijk, het staat er ook, huisverkoop van eigen producten. Rundvlees, lamsvlees. Oh, lekker. Dus dat verkopen ze ook blijkbaar, dat wist ik niet. Dit spreekt me meer aan op dit moment. Ja. Patat. Engelbert. Engelbert. Zullen we daar vanavond even kijken dan? gelijk. Ja. Ja, oké. Nou, vanavond eten. Het eten voor vanavond is verzonnen. Friet. Lekker. Nou, en dan heb je hier het afwasgedeelte. Dat is buiten. Nou, dat is top. En... oh, dit is een informatiebord. Bediening van de douches. Ja. En dan heb je hier, de linkerkant is open. Oké. Okay. Zit er ook nog een dame? Deze hebben ze dicht omdat er... nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Deze hebben ze dicht gedaan omdat de camping niet vol is. Lekker warm hier. Ja. En dan hebben ze hier allemaal van die leuke, gezellige, gele tegels. Oh ja, nou, dit is de wastafel, ja. Dit is een douche. Dat ziet er ook schoon uit. Ja, dit is de badcel, hoe noem je dit? Een douche. Een badcel? Een badcel? Geen idee wat mij bezielt met dit woord. Dit een badcel. Oké, dit is ook een badcel? Een badcel! Ja. En dit is het toilet. Nee, dat is een wastafel. Dit is het toilet. Nou, de sanitair check, dat mag jij doen. Nou, hier ben ik net op geweest. Die was schoon. Oké. Okay. Schoon hoor. Ja. Niks op aan te merken. Nee, het is echt heel netjes hier. Ja. En lekker hier heb je nog een spiegel. Oké, nou, dit is ook eigenlijk alles wat er bij de camping... Ja, meer is er niet. Nee. Hier kan je de porta-potty legen. Dat is even handig om te weten voor jou. Wat is dit? Een grasmaaier. Oh ja. Nou, hier kan je dus... dit is er ook. Zo. Oké, dit is een kelder voor als je... s'nachts heel vervelend bent. Je s'nachts niet kan slapen. Weet je dat ik dat ook vreselijk. Hier heb je ook nog plekken. Dit is ook wel hier mooi. Hier sta je echt aan de rand van ja, het bord. Dit is ook wel top. Hier lopen de wilde beesten. De wilde dieren. Echt mooi hier. Ja, maar toch vind ik het ook wel leuk hoe wij daar... wij staan hier achter die bomen... hoe wij daar dan staan, zo met die bomen. Ja, vind ik ook leuk hoor. Ja, het heeft ook wel iets... Ik vond het plekje, zei, die mevrouw die wees deze plekken eigenlijk gelijk aan. Maar dat was ook, voor mij was het gewoon goed, ja. Gelijk. Maar weet je wat je nou hebt als je keus hebt? Dan ga je... Ja, dan ga je moeilijk lopen doen ja, over... niet te doen. En als ze gewoon zeggen van dit is je plek... Dan is hij goed. Ja, ook niet altijd, maar nu wel. Ja. Nou ja. Dit is perfect. Het lijkt wel alsof wij op wintersport zijn. Ja. Kijk dan. Ik had eigenlijk mijn skis mee moeten nemen. Die hebben nou ja, niet eens. Het is gewoon een rond terrein. Ja. Er zit niet veel bij, maar nee, voor maar ons daar, is het perfect. Daar houden wij van. Een camping met niks. En er stond in de reviews, dat sprak... Oh, dat hebben we al verteld. Voor de wat oudere ja. generatie. Als er allemaal speeltuinen zijn en glijbanen en dat soort dingen, dan weten wij dat we er niet hoeven te zijn. Ja. Nou, wij zijn dit weekend op een appeldieet. Van elke dag één appel. Kijk dan. Nee, even serieus. Gadverdamme. Hè, maar ik heb allemaal modder aan mijn schoen. Ja. Kan dit nou? Geen idee hoe dit kan. Nou... Doe die drekstampers buiten. Ik ga naar buiten toe. Ja. Maar vanavond een appel. Vanavond is het geen friet, maar appels. Nou, ik ga hier de bende opruimen. Koffie. Lekker, dat hebben we verdiend.
Kijk, dit is misschien ook wel grappig om te laten zien. Dit is een boekje dat van de camping. Dat hebben we gekregen van die eigenaresse. Zo ziet het er in de zomer uit. Dat is natuurlijk wel een verschilletje met hoe het er nu uitziet. Mm-hmm. Kijk. Ja, het zijn wel een rechte paden, zeg maar. Ja. We gaan even dit kastje leeghalen. En dat gaat dan die kant op. We gaan het even erin delen. Gaan wij hier denk ik etenswaren zetten. Want dit is best wel een mooi kastje. Maar het is toch een beetje lastig zoeken. Dus alles wat in dit kastje staat gaat hier naartoe. Kijk, en dit wilde ik ook nog laten zien. Wat wil jij laten zien? Nou kijk, dit hebben we gisteren gekocht. Oh ja. Bij een kampeerwinkel. En die hebben we nu ook gelijk gebruikt. Want hier zit dus een pas bij. Die moeten we nog even uit het boekje halen. Deze pas. Misschien moeten we die even in de portemonnee of zo doen. En als je deze pas dus laat zien bij de receptie. Bij een van de campings die hierin staat. En de camping waar we nu op staan, het Reendal. Die staat dus ook in dit boekje. Ja. Zo kwamen we ook bij deze camping terecht. En als je dus die pas laat zien, dan krijg je dus korting. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Maar die moeten wij nog invullen, hè? Want anders kan iedereen hem gebruiken, zei die mevrouw. Oh, ja. Maar dit is dus 2022, klein en fijn. Er staan hele leuke campings in. Echt wel campings, ja, waar wij van houden. Ja, en die je niet zo snel op internet vindt. Want ik bedoel, je hebt altijd wel van die campings die dan helemaal popiopie zijn en die de hele tijd op Instagram en internet en altijd is heel veel de campings. Maar deze, ja, want deze pareltjes staan in zo'n boekje. Maar deze zijn we ook nog nooit tegengekomen waar we nu op staan. Nee. En dit is trouwens niet alleen Nederland, maar ook ja, alles. Volgens Noorwegen mij, ook en zo. Sowieso toch? België. België, Frankrijk. Frankrijk, Italië, inderdaad. Is dat het er ook in? Roemenië zelfs. Het is gewoon Europa. Maar naar Roemenië gaan we niet, denk ik. Luxemburg, België. Nou ja, doe maar. Leuk boekje. Roemenië lijkt me heel ver weg. Ik denk ook niet dat wij er ooit naartoe gaan. Maar nee, dat denk ik ook. Het is nooit, hè? Wat is dit? Zijn er allemaal van die spullen? Maar nou. Ik laat echt alles vallen vandaag. Gewoon alles. Wat is dit dan? Vuilniszakken. Filtersysteem. Filtersysteem. Waarvoor? Wasserfilter. Voor de watertank? Ja. Oh. Huh? Oké, okay, moet je dat ook doen? Dat wist ik helemaal niet, joh. Oké, er gaat een wereld voor ons open. Wat is dit? Geen idee. Hoe komen wij er dan aan? Zullen we het tussen doen dan of zo? Geen idee wat dit is. Toepassing. Hygiënisch. Perfect water. Oké. Als iemand van jullie weet hoe dit werkt, wat dit is, laat het ons even weten. Want wij weten het niet. Staat hier, we komen het toevallig tegen. Ja, dit ligt er gewoon al een jaar in de caravan. Wat zien we nu pas? Hoe kan dit? Dat komt omdat het kastje veel te vol stond. Er stonden allemaal dingen en die gebruikten we niet. Ik ga het even openmaken. En ik heb het toen de caravan naar de winterstalling ging, zeg maar voor de winter. Toen heb ik het hele kastje leeggehaald. Knoustabbert. Moet je er volgens mij tussen doen. Geen idee. Onze caravan is trouwens een paar dagen terug. Dat hebben wij ook nog niet verteld. Oh ja. Ik kom even naast jou zitten. Oh ja. Onze caravan is een paar dagen terug voor onderhoud geweest. Nou ja, onderhoud? Nou ja, gewoon een soort van keuring wat je dan na een jaar kunt laten doen. En we hebben ook gelijk een vochtmeting laten doen. Ja, dat was verplicht volgens mij. Dat was verplicht inderdaad in verband met garantie. Ja. Dus dat is er gedaan en we hadden nog wat kleine puntjes, ja, wat dan niet helemaal goed was. Daar hebben ze ook naar gekeken. Maar hebben ze eigenlijk niks mee gedaan. Nee. Nou ja, we hadden de plank van achter deze bank, zeg maar, die
die schroef die liet steeds los. Dat is wel gemaakt. Ging Ali, ja, dat zeggen ze. Moeten we nog even zien. Ja. Maar die ging jij steeds vastdraaien met een aardappelschilmesje voordat je ging slapen. De kraan. De kraan is naar ons idee nooit goed geweest, want als je die aanzet, dan zit het water aan het plafond. Ja. Nou, dat is nog steeds zo. Die meneer zegt dat het gemaakt is en dat het zo hoort, maar en dat hij werkt naar behoren. Ons idee werkt hier niet goed, maar dat hebben we ook al eens gelezen bij iemand anders. Wat hadden we nog meer? En de deur, die ging natuurlijk ook moeilijk dicht. Daar moest je best wel hard aan trekken. Ja, eigenlijk is hij dus, want die deur hebben ze ook naar gekeken. En gemaakt. En gemaakt, ze. Maar ik doe hem net dicht, maar... Het is niet gemaakt. Dus eigenlijk al die puntjes die we hadden opgenoemd, daar is naar ons idee niks mee gedaan. Maar de vochtmeting wel. Maar... Wij zijn op zoek naar een ander bedrijf die ons beter helpt. Ja, dat sowieso. Ja. Een onderhoud. Gewoon een bedrijf wat echt goede onderhoud levert. En ik had niet het idee dat we dat nu hebben gehad. Waar wij de caravan hebben aangeschaft, hoef je niet voor onderhoud naartoe. Nee. Maar dat staat ook wel in de reviews op internet. Mm-hmm. Maar dat terzijde, dat zoeken hun maar uit. Wij gaan daar weg. Ik zou nog even wat zeggen over de vochtmeting. Oh ja. Hebben we dus een briefje van gekregen. Echt zo'n klein papiertje. En toen zei die meneer, dit moet je niet kwijtraken. Want dit is een garantiebewijs voor dat je kunt laten zien dat je vochtmeting hebt uitgevoerd. Zo klein. Nou, toen ik dat briefje in mijn handen kreeg, toen dacht ik al van... Dit gaat kwijtraken. Maar ik denk, nou ja, we gaan er goed op passen. Dat moet goed komen. Vanochtend, ik breng die papieren naar de caravan toe. Wegpapiertje. Is het papiertje, zit er niet bij. Dus ik zeg tegen Nel, heb jij dat papiertje gezien? Nee, ik ook niet. Nou, er stond ook... Ik heb het wel gezien thuis. Ja, thuis. Eventjes. En er stond ook best wel een flink briesje dat ik naar buiten liep. Dus ik ben bang dat briefje dus is weggewaaid en dat we het kwijt zijn. Dus... Ook dat nog. Nou, dus dat ook nog. Dus alles gaat al fout vandaag. Of in ieder geval bij mij. Dus, nou. Maar dat hebben we laten doen met de caravan. Dus dat, ik denk dat is misschien wel even leuk om te vertellen. En als jullie tips hebben voor een goed onderhoudsbedrijf. Waar je wel het idee hebt dat je eerlijk behandeld wordt. Dat heb je hier niet. In de omgeving, Flevoland, Gelderland. Ik wil er op zich wil ik er ook nog wel een uurtje voor rijden. Ja, dat maakt ook niet uit. Nee. Dat doen we nu ook. Dus dat. Nou, en als jullie hier iets meer over weten. Ik ga er nu toch niks mee doen. Dus, laat het ons weten. Nou, wij zijn even de caravan uitgegaan. En we zijn even wild aan het zoeken. Zoals gewoonlijk. We zijn nu bij de Nederlandse oorlogsgraven, het Ereveld in Loenen. Kijk, dat is hier aan de rechterkant. Zijn we net eigenlijk langsgelopen toen we in het bos liepen. Maar we zijn nu eventjes op zoek naar een wild uitkijkpunt. Ja. En dat was een tip van de eigenaar. Van de camping. En die zei dat je daar moest zijn. Nou, daar gaan we nu naar op zoek. Maar net de route hier naartoe. We liepen net van de camping af. En toen zagen we alweer een zwijn. Ja, we hebben al een zwijn gezien. Niet gefilmd. Niet gefilmd. Maar hij was in één keer weg. Ja. En we dachten, waar kan hij zijn? Maar hij was nergens meer te vinden, dus helaas te laat met de camera. Maar we gaan dus nu naar de uitkijktoren. Ja, misschien gaan we daar nog wild spotten. Maar we zijn ook nog wel een klein beetje vroeg, want het is 5:30. Dus eigenlijk moeten we iets later gaan, maar ja. Maar je loopt dus gewoon, laten we nog wel zien. Je loopt dus gewoon echt vanaf de camping zo het bos in. Ideaal.
Oké, mensen, we zijn hier 3 uur. En dit is ook een afwijking. Nou, ik heb honger, kom op. Ja, ik kan het hier. Een afwijking, inderdaad. Gezellig, hè? Mm-hmm. De snackbar zit ook super dichtbij. Ja, echt heel dichtbij. Dus nou, een minuutje, denk ik, of ideaal niet? Ideaal voor ons. Ja. Wij zijn aan het afwassen. Lukt het? Het lukt heel goed. Ja? Gaat dit goed? Want alles gaat mis vandaag, ja. Hè? Nee, dit gaat goed, hoor. Okay. Denk ik. Oké, nou, wij lopen weer terug naar de caravan. Dit is dus het wildrooster. En als je hier dus verderop loopt. Kijk, hier loop je dus eigenlijk zo het bos in. En toen liepen we net daar verderop en toen zagen we dus een reetje. Ik hoop dat we dat hebben vast kunnen leggen op camera. Ja. Misschien niet heel goed, maar je ziet wel iets lopen. Iets bewegen. Ja. Dan loop je dus dit paadje uit en dan hier aan de linkerhand, dit is de camping. Dit zijn ook nog staanplaatsen. Dus super dichtbij het bos. En hier is de ingang. Camping Reyendal. Oh, het licht schiet ook aan. En dit is toch een ideale plek. En daar staat ons ei. Wij gaan lekker naar bed toe. Nelly is alvast gaan liggen. Ja, vraag niet hoe, inderdaad. Kijk eventjes. Ik lig hem de voetjes houden. We zijn nog lang niet klaar met alles opruimen, maar mevrouw gaat gewoon lekker liggen. Hier staat nog een tas. Ja, nou, je zoekt het maar. Daar liggen nog kleren. De laptop moet ik nog ergens gaan verstoppen, want die kan niet tegen vrieskou. Dat is mijn pyjama-trui. Oh. Gooi die maar eventjes naar mij toe. Ja. Dus, ik heb nog veel werk te doen. Nou, succes. Ja, dank je. Nee. Leg even uit hoe het echt is. Hoe bedoel je? Ja, wij kunnen daar niet met z'n tweeën lopen. Ja, dat is waar. Dus ik denk, ik ga maar liggen, want het schiet niet op. We lopen elkaar in de weg. Ja, nou, daar heb je wel gelijk maar in. Jij mag ook liggen, daar heb je een punt. Ruim ik het even op. Nee, ik zit nu op de laptop. Voel ik niet. Ja. Ik had toch niet tegen vrieskou, dan hou je hem zo. Ja, dan moet ik erop gaan liggen, denk ik, de hele nacht. Ja. Nou ja, dat probleem ga ik nog even fixen. Wij sluiten bij deze de vlog af. We bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende keer, inderdaad. Doei doei.